hebben we hier luie programmeurs of luie teamers, lijkt zo te hè? In ieder geval 1, 2, gaan een paar handen omhoog. Kennen jullie deze module al? Ja? Oké, okay. Nou, hierna moeten jullie hem echt gaan gebruiken, in ieder geval. Hè? Dat is mijn mening. Even kijken, we hebben in 2011 ben ik eigenlijk met Drupal begonnen. En ik kwam er heel snel achter van, hey, Drupal maakt hele grote arrays, hele grote objecten. En ik wist eigenlijk niet waar ik moest zoeken. Dus ik denk, ja, ik maak al iets van wat ik al weet. JavaScript. Dus ik heb Search Crumo gemaakt. Ik heb even gekeken nog snel naar de statistieken. 1400 downloads en 2100 keer geïnstalleerd op productiesites. En dat vind ik wel een beetje gek trouwens. Want een development module, die moet je niet installeren op een productiesite. Dat betekent dus ook dat default aanstaat. Dus dat is niet de bedoeling. Nummer 1 resultaat in Google, zag ik net. Dus als je zoekt op Drupal Lazy Programmers, dan staan we bovenaan. Nou ja, hartstikke leuk. We zijn genomineerd voor een Splash Award, zijn we niet gewonnen. Hebben niet gewonnen. Purge heeft gewonnen. Hartstikke mooie module ook. Bovenaan, ja. Maar wat doet het eigenlijk? Dus wat ik net eigenlijk al zei, het is doorzoekbaar maken van die enorme arrays, die enorme objecten die Drupal kan genereren. En wat we als toevoeging hebben gemaakt, is dat je het pad in een array, dus als je zoekt naar een element diep in een array, dan kun je klikken op get path en dan maakt hij het pad, zet hij erin. Dus dan hoef je alleen nog maar command C of control C voor de Windows gebruikers, Unix gebruikers. En dan heb je het hele pad. En dan hoef je het alleen nog maar te plakken in je code en je bent klaar. Werkt gewoon met een normale default DPM, DPQ, LKPR, al die dingen. En we hebben daarnaast extra, en heeft Daniel Beke toen gemaakt, is de SDPM. Dus dat is eigenlijk een uitbreiding op de DPM-module. Of DPM-functie om de variabelennaam op te zoeken. Dus stel maar dat je SDPM variabele special doet. Nou, wat hij normaal zal doen als je alleen DPM gebruikt, dan kopieert hij in het pad, zet hij in het pad wat je kunt kopiëren, zet hij daar de variabelen neer. En nu zal hij de special neerzetten. Dus dat zie je hier ook. Je kunt hier bovenin, ik zal zo ook een demo geven. Dus dat kun je bovenin zoeken en dan vindt hij wat er in je array staat. Nou, en dan kun je hier ook, als je op get paths klikt, dan kun je hier het pad naar het object wat je wil hebben erin zetten. Kopiëren. En je ziet ook, ik heb nu de variabele JSON gebruikt. Nou, die vindt hij dan en kun je gewoon kopiëren, plakken en je bent klaar. Nou, demo tijd. Nou, even kijken. Dat is niet zo heel lang. Zo. Kijk, dus ik heb er al wat ingezet om het goed voor te bereiden. Dus ik heb hier vier dingetjes erin gezet als debug-informatie. Maar eerst is gewoon 1, 2 elementen met special characters ook. Dus je kunt ook zoeken naar eens echt een E met een trema als je wil. Of wat is dat, streepje? Wat grotere arrays. Nou ja, alles wat je normaal ook tegenkomt in Drupal. Met ook als je pre-processed page bijvoorbeeld doet, die variabelen kunnen ellenlang zijn. Nou, als je daarin gaat zoeken, dan word je echt word je toch een beetje moedeloos. Nou, als je hier omheen moet klikken om te vinden wat je echt moet hebben, dan is niet leuk. Nou, ik heb hier ergens een Drupal jam neergezet. Dus als je hierin klikt, dat is gewoon allemaal JavaScript. Dus jij gaat geen calls, het is gewoon direct zoeken. En nou, ik zoek nou door allemaal in. Nou, de eerste twee heeft hij niks gevonden. Hij heeft wel 3 elementen gevonden. En in deze klapt hij, zoekt hij het en dan klapt hij direct uit. Dus je ziet direct waar het staat. Nou, als je hier kijkt, dan heb ik hier nog een deel van het object. En die gaat helemaal dieper. En dat zie je dus ook niet. Dus je ziet echt alleen waar wat je wil hebben. Nou, hartstikke mooi. Als je hier nu eens op klikt, dan krijg je inderdaad gewoon deze copy-paste. En die plak je in je code en je bent klaar. Dus voor de luie programmeur. Nee, pre-processed page heb ik ook nog ergens wat neergezet. Drupal jam. Maar het is gewoon standaard JavaScript zoeken eigenlijk. Dus als ik hier Drupal zo van zou maken, dan vindt hij dus ook 10 elementen.
En dan zie je dus ook dat hij Drupal vindt. Maar hij vindt ook Drupal Jam. Dus het is gewoon zeg maar een soort van contains, hè, wat hij zoekt. Ja, dat is eigenlijk het meeste wat ik er nu in ieder geval van wil laten zien. Nou, we hebben erover nagedacht om Drupal, of voor Drupal 8 ook te ontwikkelen. Maar ja, ik weet niet of jullie het weten, maar dat is geen Crumo meer, maar kind geworden. Dus dan komen we eigenlijk hier weer. Dan komen we bij suggesties, ideeën en vragen. Wij zitten erover na te denken om dus inderdaad ook te ontwikkelen voor Drupal 8. Ik weet niet of er überhaupt animo voor is. Want we gaan ook, kind is zelf ook al best wel slim. Heeft iemand überhaupt vragen? Ja, ik kan wel. Ja, tuurlijk. Ja. Gewoon variabelen schrijft. En bij jou pakt hij netjes de variabelen aan. Dus ik ja. Nog even in code. Ja. Maar doe jij komma en dan de variabelen aan? Ik heb eigenlijk alleen dit. Dus dit heb ik erin neergezet. En als je dan hier ziet, hier is op die Drupal Jam. Zoek een SDPM. Dus ik weet niet of je SDPM gebruikt of DPM. Ja, als je SDPM gebruikt, dan pakt hij inderdaad de variabelen aan. Dus als ik nu DPM zou doen, zet hij gewoon default var neer. Of variabelen. Dus dat is een mooi trucje. Ja. Nog makkelijk, copy-paste en je bent klaar. Hartstikke mooi. Andere vragen? De vraag is of je expliciet ook keys kunt zoeken. Nee. Hij zoekt eigenlijk door alles. Dus stel dat je Drupal als key hebt, dan vindt hij die ook als je Drupal intypt. Dus, maar ja, dat is inderdaad wel een mooie suggestie, dus dat kunnen we opnemen. Ik schrijf het hier wel even bij. Keys zoeken. Hartstikke mooi. Kijk, dat doen we heel makkelijk. Andere suggesties, vragen, ideeën? Nee, hè? Nog één. Hey. Ja. Ja, dat is. We maken dus gebruik van Devon. Dus ook gewoon normale DPM. We maken het alleen te zoekbaar. Dus daar hebben we inderdaad geen oplossing voor. Dus daar heb je inderdaad soms dat hij het object niet door kan klikken. Dat ga je nu ook niet krijgen. Dus dat is een beetje vervelend, inderdaad. Wat ik hier nog niet echt heb laten zien, misschien, is dat op een gegeven moment heb je dus een object en een array en daarna weer een object. En wat die SDPM ook doet, als je get paths klikt, ik zal even terug naar de pagina, zo. Even hier zo, waar was dat? Hier zo, deze. Als je dan kijkt, dan is die wel zo slim genoeg om dat echt het object ook te pakken. Dus hij gaat het converteren naar wat het dus echt is. Dus als je hier ook zou klikken, dan pakt hij echt het hele pad. En dan heb je dus ook die language none, daar heb je UND en dergelijke zitten. Dat converteert hij dan naar language none. Ik heb niet echt meer wat te vertellen, maar als jullie nog meer vragen hebben, be my guest, ja. Hoe zoekt hij? Ja, het is contains gebruikt hij. Dus hij doet gewoon een JavaScript, jQuery is het gemaakt, gewoon gebruik van. En het is denk ik 50 regels code.